Ik tel zo meteen van 3 tot 0. En bij 0 ga ik iets typen in de chat. Waardoor ik iedereen, waaronder mijzelf, naar de gevangenis stuur. 3, 2, 1. Yes! Check this out, jongens. Mijn naam is DutchTuber en welkom bij Roblox Admin. Wat dit eigenlijk inhoudt, is dat ik de mogelijkheid heb om ervoor te kiezen mijzelf bijvoorbeeld uit de lucht te laten vallen. Om zo vervolgens ergens buiten de map te droppen. Maar eerst ga ik met jullie een challenge aan. Ik geloof niet dat jij deze video sneller kunt liken dan dat ik een mega hoofd heb. En het begint nu! Hey, let's get it, man! Dit is... freaking amazing. I love this. Dit is echt heel erg gaaf. Dit is namelijk een game waarbij je eigenlijk ingaat op de zogeheten creepypasta van Cole. Cole is een verbannen admin die heel erg lang geleden admin commands heeft uitgevonden. Of uitgevonden weet ik niet zeker, maar hij had ze in ieder geval. Hij is erachter gekomen dat ze er waren. En hij gebruikte ze op een soort van verkeerde manier. En nu is er dus een game gemaakt waarbij iedereen van die commands kan genieten wanneer je een moeilijke obby haalt. En wij gaan eens even kijken. We kunnen onszelf bijvoorbeeld ook, als het goed is, heel erg groot maken. Heb ik de vorige keer ook al laten zien, maar ik wil het nog één keer showen. Ik kan bijvoorbeeld ervoor kiezen om mijzelf een size te geven van... ik moet bijna niet zitten door. Van een mega persoon. Check this out. Ik ben huge. En wat ik eigenlijk even wil checken. Ik wil de eigenlijk oudste commands checken die er ooit in deze lijst zijn toegebracht. En die vind je wanneer je helemaal naar beneden scrolt. Dus ik ga eens even kijken wat er allemaal bij staat. De vorige aflevering heb ik voornamelijk players een beetje getrold, kan ik wel zeggen. Door bijvoorbeeld dit te doen. Het dubbele punt, infect all. En iedereen is nu letterlijk een zombie. Check this out. Ik kan ook letterlijk ghostify all doen. Iedereen is nu een geest. Of bijvoorbeeld rainbowify all. Iedereen is nu een regenboog. Dit is geniaal. Wat kan ik nog meer doen? Ik kan een cape kiezen zelfs. Dubbele punt. Cape. DutchTuber Job. Blue. Heb ik nu een blauwe cape? Iemand heeft mij onzichtbaar gemaakt. Nee! Iemand heeft mij onzichtbaar gemaakt. Oh jongens. Wacht even. Iemand heeft zichzelf geloof ik heel erg groot gemaakt. I'm not sure, maar kijk die arm! Wat? Oké, wacht. Iemand die heeft echt een beetje door hoe dit begint te werken. Laat mij mezelf heel even af laten gaan. Zo. Ik laat eigenlijk iedereen nu afgaan. Dit is best wel heel erg, maar het lijkt mij het verstandigste idee voor nu. Oh, ik zit vast, jongens. Ik denk dat ik een soort van vast zit. Oké, dit is wel het ultieme moment om bijvoorbeeld gewoon mensen een beetje meer in de maling te nemen. Zo kan ik bijvoorbeeld zeggen dat ik... Tyrell Marcus. Oh, ik ben alweer terug. Oké, ik wou net zeggen, laat ik iemand in de maling nemen, maar dat is niet nodig. Laten we beginnen met Fly DutchTuber Job, zodat wij hier in ieder geval eventjes weg kunnen komen. Ik heb dus zojuist gezien dat iemand echt mega groot was. Dat is niet normaal. En ik wil eigenlijk kijken of ik dat ook voor elkaar kan. Nee! Ik zit onder de map. Dat is echt heel erg. Size? Laten we zeggen 5 DutchTuber Job. Kan dat? Ik zit echt onder de map vast, jongens. Oh, wat erg dit. Oh, wat erg dit, jongens. Ik zit letterlijk... ik zit onder de map. Dit is een plek waar letterlijk niemand mag komen. Oké, wacht, wacht. Dubbele punt. Unfly. DutchTuber Job. Als het goed is, val ik nu naar beneden. Ja, ik val nu naar beneden. Guys, dit is amazing. Alleen, ik zei het al in het begin van de video. Ik wil eigenlijk kijken... wat is er gebeurd met de wereld? Oh, iemand heeft de wereld helemaal verduisterd. Wat? Daar hoort een disco bij. Daar hoort een disco bij. Bam! We hebben er een disco van gemaakt. Geniaal. Nee, oh, iemand heeft het helemaal wit gemaakt. Iemand is echt van alles met de wereld aan het doen, jongens. Dit zijn dus zeg maar commands die je als individu in deze server kunt toepassen. Maar iedereen heeft zich er gewoon bij neer te leggen. Want, oké, ik kan bijvoorbeeld iedereen shiny maken. Shiny all. Iedereen is op dit moment shiny. Het is bizar. En ik kan zelfs iedereen hun beeld, zeg maar, verblinden door slash blind all te doen. Oké, wat hebben we nog meer? Mini head. Niet waar. Slash, slash, dubbele punt. Ik haal elke keer slash en dubbele punt door elkaar. Mini head all. Let op, jongens. 3. Kijk dan, jongens. Iedereen heeft een mini hoofd. Waaronder ik. Oké, wat hebben we nog meer? Ik wil echt de alleroudste commands wil ik checken. We kunnen een ander soortje. We kunnen onszelf klonen. Niet waar. Dubbele punt. Clone. DutchTuber Job. Niet waar. Werkt het? Nee, het werkt niet. Ofwel. Is er nu ergens een extra... misschien is er gewoon ergens een extra Job gespand en weet ik gewoon niet waar. Oké, er zijn nu een aantal die we nog kunnen doen die wij nog niet eerder hebben gezien. Iemand zit boven mij. We gaan die persoon proberen te trollen. Oh, dat kan dan niet meer. Ik wou zeggen admin, maar dat heeft geen zin, want iedereen is hier al gewoon admin. Oké, we gaan die pilot man
PilotMan99AX Infect. Of nee, tuurlijk niet. Het is Infect PilotMan99AX. We hebben nu iemand geïnfecteerd. Je ziet het aan de overkant. Kijk, maar hij staat in de deuropening daar. Hij is letterlijk geïnfecteerd. Oh, dit is zo epic. Maar eigenlijk wil ik mezelf nog wat groter maken. Hoe werkte dat ook weer? Dat stond wel ergens. Je kunt jezelf groter maken dan je al bent. En wat is Char? Creeper. We gaan iedereen tot Creeper maken. Dubbele punt. Creeper all. Oh jongens, iedereen is een Creeper. En ik heb mijn Creeper vriend. Zullen wij deze persoon opzouten die naast ons staat? Dubbele punt. Jill Marskier. Oh, nee! Wat heb ik gedaan? Ik zit samen met haar in de gevangenis. Ik heb de command per ongeluk uitgevoerd toen ik naast haar stond. Oh, dat is wel romantisch hoor, jongens. Samen met iemand in de gevangenis. En wat kan ik nog meer doen? Er zijn heel veel dingen die ik nog kan doen. Remove limbs. Dat is als het goed is al je ledematen laten verdwijnen. Remove limbs. Al. Oh! Jongens. Check dit. Ik heb letterlijk geen benen en armen meer in het spel. Dit is bizar. Dit is bizar. Remove limbs all. En nu heeft die persoon naast mij dat ook niet meer. Dit is toch van... Alleen ik zit wel vast. Dus ik moet even proberen. Dubbele punt. Fly all. Nu kan iedereen als het goed is vliegen. Alleen ik zit hier nog wel een soort van vast. Dus dubbele punt. Unjill all. Ja, nu kan ik eruit. Nice, check dan. Iedereen kan vliegen. Ik heb iedereen de vliegkunsten gegeven in de server. Dubbele punt, CMDS. Oké, wat hebben we nog meer? Oh, dit is zo enorm gaaf. Laat sowieso in de comments weten. Stel je nou eens... Wacht eens even. Dubbele punt. Slender Dutch Schuberjob. Oh, jammer, dat werkt niet. Het zou zo gaaf. Er zijn servers waarbij je jezelf namelijk kunt veranderen in Granny, Baldi, John Doe en Slender. Wat allemaal verschillende soorten Roblox creepypastas zijn. Oké, we gaan nog één keer die size proberen. Dubbele punt size. De Tuberjob. 8. Oh! En als we nou 10 doen. Dubbele punt size. De Tuberjob. 10. Jongens. Ik ben de... En glow? Ik kan zelfs glow doen. Wat? Glow? Dutch Uberjob? Er is een soort van geheime glow. En dat is 00000. Ah, helaas. Hij bestaat niet. Dat is balen. Maar check... En als ik nu ga skydiven, terwijl ik zo groot ben. Wat als ik iedereen laat skydiven? Yo! Iedereen valt uit de lucht door mij! Dit is geniaal! Ik moet eerst even unfly doen. Unfly... Dubbele punt, unfly all, zodat mensen niet meer kunnen vliegen. En dan, dubbele punt, skydive all. Check dan, jongens. Ik laat iedereen skydiven. En iemand is het aan het nadoen, want ik kwam... Uh-oh. Ik ben zo groot dat ik gewoon echt op en neer bounce. Dit is bizar, jongens. Dit is bizar. Je kunt zelfs mensen een andere kleur geven. Je zou zelfs iemand van wie de lievelingskleur blauw is, gewoon de kleur roze kunnen geven. Dat is zo geniaal. Kijk, we kunnen zelfs een particle doen. Particle, dubbele punt, particle, en dan Dutchuber, Job Robux. Zou er een Robux particle zijn? Zou dat bestaan? Bestaat dat? Nee, jammer, er is geen Robux particle, jongens. Dat was... Ik kan zoals iemand straf geven. Slash, dubbele punt, punish, all. Huh? Jongens, ik heb iedereen straf gegeven. Waardoor iedereen is verdwenen. Dus zeg maar een punish, iemand zegt ook oef. Dit is zo erg, jongens. Iedereen zit vast nu. En als ik nou dubbele punt blind all doe... Nu kan niemand meer wat zien in de server. En dan dubbele punt unblind all. Ja, nu kan iedereen wel weer wat zien. CMDS. Oké, wat hebben we nog meer? Oh, ik wil mensen eigenlijk een andere kleur geven. Dubbele punt paint all pink. Oh! Ik heb iedereen roze gemaakt! Yes! Oké, welke kleur zou jij toepassen als je iedereen dezelfde kleur kunt geven? Zou ik bijvoorbeeld ook dan dubbele punt paint all green kunnen doen? Ja, iedereen is groen. En iemand heeft mij mega gemaakt. Waarom heeft iemand dat gedaan? Iemand heeft mij veranderd in een mega job. Skydive. Wat is stun? Dubbele punt stun. Dutch super job. Ik weet niet wat het is. Oh nee, ik zit vast in de grond. Dus als ik dan stun all doe, zit iedereen vast in de grond. Nee. Ik ga weer even iemand naar de gevangenis sturen hoor. Sorry. Meneer, u bent opgepakt
voor te veel Robux bijdragen. En nu zit je in de gevangenis. Oh, jongens. Power jump. Laat ik de... Power jump all. Dan heeft iedereen een power jump. Power jump all. Niet waar, jongens. Als het goed is, kan iedereen nu super... Oh! Iedereen kan nu super hoog springen. Iedereen in de server kan nu gewoon letterlijk super hoog springen. En kan ik ook iedereen laten zitten? Dubbele punt, sit all. Ja, ik laat iedereen nu zitten. Zelfs mensen die in de lucht hangen. Oh, dit is zo erg. Jongens en meisjes, dit zijn de admin commands. Vonden jullie ze nou leuk? En wil je mij nou vaker admin commands video's in opnemen? Doe dan een like. Het is best wel stressvol, want ik moet namelijk al die commands typen terwijl ik met jullie aan het praten ben. Maar ik vond het gaaf. Bedankt voor het kijken. Welke commands zou jij toepassen? Nou, nog even één keer om de video om af te sluiten dan. Slash dubbele punt. Laten we zeggen... Ja, hoe werkt dat ook weer? Ik moet even weten hoe het ook weer werkt. Ik wil iedereen een kleur geven. Ik wil iets met iedereen doen. Ik kan ook iedereen heel groot maken. Of niet? Zou dat kunnen? Size? All 10. Oh! Iedereen is nu mega. Ik heb heel de server veranderd in mega monsters. Kijk dan! Bedankt voor het kijken. En ik zeg adios.